Welkom bij het stuur van de Bollenstreek. We nemen de afslag Teylingen. Dat doen we met Dion Piquet van Trilokaal en Theo Sandbergen van het CDA. Heren, van harte welkom. We blikken terug op de commissievergaderingen van vorige week alweer. Tijdens een van die commissievergaderingen ging het over de huisvesting van de statushouders. En u had 24 punten om over te beslissen ongeveer? 24 besluiten eigenlijk. Ja, wat was het belangrijkste besluit? Het belangrijkste besluit waar we eigenlijk over moesten praten is van waar gaan we de statushouders, dus mensen waarvan gezegd wordt die mogen voorlopig in Nederland blijven, waar gaan we die opvangen? Dus waar gaan we die huisvesten? Op welke locatie? Waar gaan we die huisvesten? En dan op welke locatie? Dat maakte de discussie natuurlijk levendig, want dan ga je dus praten over... Plekken waar je dus niet gewend bent om mensen te huisvesten. Nee, er ging een behoorlijk voortraject aan vooraf aan de discussie binnen de politiek. Avonden met de politiek, wat is er allemaal gebeurd vooraf? Ja, er is een openbare avond is er geweest voor inwoners en voor bedrijven. Er is een inspraakronde, een soort feest en voorafgaande aan de fractievergaderingen konden inwoners. Nou, tijdens de commissievergadering zelf kon ook nog verder ingesproken worden. Dat is met name gedaan om draagvlak te krijgen, input te krijgen ervoor in deze toch wel heel goed. Dit hele gevoelige dossier. Ja, hoe ging dat tijdens zo'n fractieavond? Want er komen gewoon mensen op de koffie bij het CDA. Het was in eerste instantie de bedoeling, zo gaat het normaal gesproken, dat mensen dan inderdaad kunnen aangeven van we komen bij de fractie langs. En dan, terwijl wij daar een vergadering hebben. En dan kunnen ze aangeven wat ze ons willen zeggen. En dan kunnen wij erop reageren en wij kunnen dat meenemen. In dit geval waren er zoveel aanmeldingen dat gezegd is van we maken er een plenaire sessie van. En in het bestuurscentrum zetten we een paar tafels neer per kern 1. En dan kunnen de fractieleden kunnen daar van alle partijen aanschuiven. En de inwoners en andere betrokkenen die daarover willen praten. En daar hebben we toen een half uur met z'n allen hebben we dus een gesprek gehad. Oké, en waren dat van die toestanden die je wel eens op televisie ziet met schreeuwende mensen of mensen die woorden gebruikten die we liever niet herhalen hier? Nee, want dat is niet de cultuur zeg maar, zoals die binnen Teylingen heerst. Waardoor dat komt, weet ik niet. Maar ik denk dat wij als gemeente daar heel zorgvuldig mee omgaan. De discussie hebben wij niet over een AZC. Dat is een van de besluitpunten geweest dat Teylingen niet geschikt is om daar een AZC te plaatsen. Nou, dat geeft natuurlijk een heel ander beeld dan dat je praat over huisvesting. En ik vond het eigenlijk jammer dat dat inloop bij de fractie, tijdens de fractievergaderingen, dat qua communicatie niet helemaal goed liep. Het was een beetje door elkaar heen, het was een beetje geplaatst. Dus je hoorde eigenlijk niet de echte verhalen wat je bij insprekers in een commissie wel zou horen. Ik heb eigenlijk... Wat zijn dan die echte verhalen? Nou, waarom iemand bezwaar heeft tegen iets. Ik heb nu, die avond heb ik met één iemand gesproken. En toevallig ging de discussie over, we moeten ze al in Turkije tegenhouden. Ja, dan heb ik het niet over het huisvesten van statushouders. Nee, statushouders zijn vluchtelingen die al een verblijfsvergunning hebben. Ja, ik heb wel de moeite genomen om in gesprek te blijven met die meneer. Maar het ging niet direct om datgene waar wij als raad voor staan. Nee, wat heeft u bijvoorbeeld uit die bijeenkomst opgepikt, wat u tijdens de discussie als CDA heeft ingebracht? Wat is er bijvoorbeeld ingebracht door omwonenden van een bepaalde plek, wat u meegenomen heeft in de discussie? Nou, wat wij onder andere de kleinschaligheid, wat we ook benadrukt hebben in de discussie, dat we het belangrijk vinden dat mensen verspreid worden over heel Teylingen en dat er kleinschalige opvang is. En dat vanaf het moment dat mensen komen, dat de communicatie richting inwoners, betrokkenen, dat dat heel goed gaat vanuit de gemeente. En dat er ook direct gestart wordt met een soort integratietraject. Gewoon op dag 1, zodra ze er zijn. Wat bedoelt u met kleinschaligheid? Kleinschaligheid, daar bedoelen we niet mee dat we één plek in Teylingen zouden hebben waar we dan het aantal statushouders die we willen opvangen in 2016, dat we die er allemaal huisvesten, maar dat we dat verdelen over de kernen. En hoe kleinschaliger dat is, hoe makkelijker ook de integratie zal kunnen. U bent ook een voorstander van kleinschaligheid? Ja, zeer zeker. Want volgens mij wordt de discussie alleen maar aangewakkerd op het moment dat je over grote aantallen praat. Dan wordt het ook gauw een mini-AZC, zeg maar. Een plek, ook daar is het. Dan zal de traditionele huisvesting nooit voldoende zijn. Dan moet je al met containers gaan werken. Ik ben geen voorstander van het werken met containers. En ik ben ook geen voorstander van het creëren van plekken waar
zeg maar, veel mensen verblijven op een alternatieve manier. Nee. En zoals de wethouder het ook verwoordde, ik heb liever, zoals wij dat aangegeven hebben als trilokaal, liever 25 plekken van 5 dan zeg maar 5 plekken van 25. Dus die kleinschaligheid, was dat een beetje de algemene stemming, dat die kleinschaligheid? Nou, niet alleen dat. Ik heb het idee dat de algemene stemming van alle partijen tijdens de raadsvergadering op wat nuances na eigenlijk hetzelfde was. En daar was ik eigenlijk best wel blij mee. Ja. Want dat betekent dat er een kans is, in ieder geval een kans is voor het college om het raadsvoorstel aan te passen. Ja, want één plek viel eigenlijk al af, hè? Van de, wat was het, 7 locaties geloof ik? Ja, met de Boekenburglaan in Voorhout inderdaad. Waarom is dat afgevallen? Wij ook als CDA hadden we dat aangegeven. Vanwege het toch wel het geringe draagvlak wat er is voor die locatie. En aan de andere kant het financiële plaatje wat erbij komt voor eventueel planschade en dergelijke. En daarom zeiden we, omdat er ook voldoende andere locaties zijn, van is dat nou wel verstandig om deze locatie dan nu verder ook als een van de locaties mee te nemen in de verdere uitwerking. Ja, en daar was het volgens mij mee eens, want ze zijn al een keer aan de beurt geweest, geloof ik. Nou ja, wij hebben dus 3 weken voordat we vergadering hadden, zijn we op uitnodiging geweest bij die mensen. Die hebben het hele verhaal verteld. Het was ook een plek waar al 5 jaar geleden containers gestaan hebben. Met alle narigheid van dien voor die omwonenden. Uitzicht en ook de naweeën nadat het leeg was. Dat was om de Agnes op te vangen, de bewoners. En dat gaf voor die mensen best wel een aardige stempel. En ook dat paste weer niet in het verhaal van, joh, ga geen containers doen. Bovendien zijn er argumenten gebruikt in de afstemming, waarvan wij als trilokaal ons afvroegen van, doe je het nou goed met je argumenten? Want waarbij de een staat, het moet dicht bij de kern zitten, was het bij de ander, het zit wel dicht bij de kern, maar we doen het niet. Zoals kunt u bijvoorbeeld noemen, dat heeft te maken met de integratie. Nou ja, bijvoorbeeld de ijsbaan bij Sportpark Elsgeest. Daar ligt een stuk gras, los van of je daar containers neer moet zetten. Maar dat werd niet als geschikt gebruikt. Nou, dat is 3 minuten lopen naar de kern. En vanaf de Boekenburglaan is het 7 minuten lopen. Dan denk ik, ja, wie vergelijkt nou appels met peren? Ja, heeft u daar antwoord op gekregen over zo'n criterium? Nee, wij hebben wel de vraag gesteld van waarom is er niet gewerkt met een staffentabel, zodat iedereen en dat zeker ook de inwoners kunnen kijken van wat voor maatstaf hebben we nu gebruikt om een keuze te maken. En daarvan heeft de wethouder aangegeven dat het eigenlijk te laat was omdat ze die keuzes al gemaakt hebben. Nou, dat is raar. Nou, zo ook als voorbeeld stationslocatie Voorhout, wat perfect ligt, centraal ligt, vlakbij openbaar vervoer. Dus het was voor die mensen ook nog eens een keer ideale plek om zeg maar wat te doen. En als dan het argument komt, ja, we hebben daar een kermis. Nou ja, dan kan je wel zeggen, ja, moet je daar dan een keuze voor laten? Want de kermissen zijn ook alternatieven te bedenken. En een tweede is van, ja, het ziet er niet uit. Nou, dan denk ik, dan heb je een uitdaging. Zet er dan wat neer wat er gewoon netjes uitziet. Ja. Er werd gediscussieerd over de huisvesting van statushouders. Aan het eind kwam zeg maar de levertijd van die containers kwam ter sprake. En toen zei de wethouder eigenlijk, nou, we moeten nog maar zien of we ons gewone Porsche, als ik bij mensen zo mag spreken, of we die wel kunnen huisvesten. Dus het is allemaal wel mooi, die theoretische kaders die u heeft afgesproken. Maar zijn er wel plekken genoeg in Teylingen? Nou, er zijn in ieder geval dus een aantal potentiële locaties. Inderdaad, die containerwoningen, daar zit je met het punt dat 7 tot 8 maanden duurt voordat je die containerwoningen hebt. Wij hebben ook aangegeven dat onze voorkeur gaat naar tijdelijke bewoning in bestaande gebouwen, bestaande woningen. En het is nu verder aan het college om straks na de raadsvergadering om dit verder uit te werken en straks concrete locaties te gaan voorstellen aan de raad waar we dus inderdaad de statushouders kunnen huisvesten. Ja, het zal inderdaad een opgave zijn, maar als gemeente denk ik dat we dit ook goed aankunnen. En als het maar zorgvuldig gaat met wel de nodige daadkracht. En de draagvlak wilt u ook creëren door ook huisvesting te creëren voor zeg maar woningzoekenden in Teylingen? Ja. Ja. Hoeveel? Wat ons betreft, zou dat niet
ten aanzien van datgene wat we het afgelopen jaar niet gedaan hebben, zou je dat naar de 40% moeten brengen. Betaalbaar sociaal wonen. Ja. Nou, dat wordt nu, zoals dat ook in de woonvisie naar voren gekomen is, naar 35 gebracht. En dan zou, ja, ja, en bij elk nieuwbouwproject krijgt 35% betaalbare woningen. Ja. Ja. En is dat en dan zouden ten aanzien van de, zeg maar, dit verhaal, statushouders, zouden er nog 50 bij komen. Extra. Nou ja, goed. Daarvan hebben wij ook de vraag gesteld. Dat is wel hartstikke leuk, maar dat is ontzettend moeilijk meetbaar. Want je gaat allerlei getallen in de tijd ga je uitzetten. Ik pleit ervoor om daar gewoon absoluut getallen voor neer te zetten. Dus gewoon zorgen. We hebben een wachtlijst bijvoorbeeld van zoveel. En die willen we in 2 jaar wegwerken. En daar gaan we dit jaar 300 huizen voor neerzetten. Geen percentages. Geen andere getallen. Want ik kan dat niet meten. Nee. Wat wordt nu het vervolg voor de huisvesting van de statushouders? Wat gaat er nu gebeuren? Je heeft de kaders besproken, dus de voorwaarden. Ja, er komt nu nog een aangepast raadsvoorstel waar onder andere de input vanuit de commissie meegenomen wordt. En de besluitpunten die worden wat meer geclusterd. Dat komt binnenkort in de raad. Als dat aangenomen wordt, dan is het college verder aan zet om verder de locaties uit te gaan werken. En met een concreet plan te komen. Oké, gaan we dat afwachten. Dan gaan we naar een bestemmingsplan recreatiepark Watertuinen. Recreatiepark, ja, dat is officieel Teylingen, maar het is meer bijna Leiden-dorp. Leiden is het ongeveer, geloof ik. Kagen-Braassem, ja. Ja, het is ik stond er ook van te kijken. Ik ben op bezoek geweest. En, wist u dat het bestond? Nee. En ik denk, we hebben toch een aardig mooie gemeente. Ja. Het was een aardig stukje met de auto nog om erheen te komen. We hadden ook met de boot kunnen gaan, hoor ik achteraf. Dat was ook leuk geweest. Ja. Dat was sneller geweest, ja. Nou, dat weet ik niet. Dat is ook nog een stukje vaar door. Maar. Ik vond het een bijzondere plek. Een bijzondere locatie. Opeens zit je tussen Leiden en Leiden Dorp en Kaag en Braassem. En dan staat er een bord Warmond, gemeente Teylingen. Nou. Ja, het probleem daar is, het is een recreatiepark, maar er wonen natuurlijk weer mensen permanent en dat willen ze blijven wonen. Dus wat brachten ze in? Want er waren een paar insprekers over dat recreatiepark. Wat is precies het probleem met het nieuwe bestemmingsplan? Ja, het ging om 2 punten. We hebben een paar jaar geleden hebben een bestemmingsplan vastgesteld voor dat gedeelte van Warmond, waarbij bewust de recreatietuinen eruit gelaten zijn, omdat dat een recreatiegebied is. Waar mensen permanent, een gedeelte van de mensen ook permanent wonen. En daarnaast is ook dat de woningen zijn, een aantal woningen zijn uitgebreid, er is bijgebouwd. En dat waren de 2 punten die nu zijn meegenomen voor het straks vaststellen bestemmingsplan. Het is al eerder op de agenda gekomen, want sommige mensen hebben een gedoogbeschikking. Je mag er gewoon permanent blijven wonen, want dat is al eerder opgelost. Ja, dat is in de tijd geweest dat het tot Warmond behoorde. Dus in 2003 is dat, dus dat is eigenlijk voor de tijdelijke situatie. Ik snap het eigenlijk ook niet dat je dat dan als keuze neerlegt. Want daarmee zeg je voor dit pand wel en voor dat pand niet. En dat wordt gedoogd. Dat vind ik ook raar. Eigenlijk. Ja, dus mensen die er voor 2003 al in zaten, die mogen daar permanent blijven wonen? Nee, als ze dat zelf ook aangegeven hebben. Dat ze dat als een permanente bewoning willen gebruiken. Maar is er na 2003 dan wel gehandhaafd op mensen die toch ondeugend bezig waren? Nee. Nee. En wat is de reden daarvan? Waarom wordt er niet gehandhaafd in Teylingen? Is het zo ver weg, dat eiland? Nou, misschien dat mede meespeelt. Maar inderdaad, het feit is dat er niet gehandhaafd is, omdat er ook verder geen aanleiding toe was. Er waren ook verder geen problemen en dergelijke mee. Nu zitten we in een situatie dat je wel met het bestemmingsplan komt en dat we er nu wel dus naar moeten gaan kijken. Dus nu komt wel inderdaad de vraag van... wat doen we hiermee en ook naar de toekomst toe met het handhavingsbeleid. Ja, nou, de bewoners willen uiteraard dat er weer gedoogd wordt, dat er weer een nieuwe datum wordt gesteld voor gedogen. En die zeggen anders gaan we tot aan de hoogste rechter. Maar de politiek was redelijk eensgezind, dat gaan we niet doen. De politiek was redelijk eensgezind. Ik denk dat dat ook logisch is. Hoe verrang het ook voor een aantal bewoners is met het vooruitzicht wat ze hebben. Maar ik zie het echt als een recreatiegebied en daar hebben we er meer van in de gemeente Teylingen en daar kan je gewoon die keuzes niet in maken. Ik vind het eigenlijk jammer dat in 2003 die andere beslissing genomen is. Dus er wordt nu een duidelijke streep getrokken? Er wordt hiermee een duidelijke streep getrokken, ja. En dat zal dan wel wat discussie opwerpen straks voor de handhaving, maar ja, daar moet je consequent in zijn als gemeente, want anders dan... Dan laten we het maar aan iedereen zelf over. Duidelijk. Dat is ook niet goed. Nee, de duurzaamheidsagenda stond ook op de agenda.
dan heeft het CDA toch niks mee met duurzaamheid? Zeker weten heeft daar het CDA wel iets mee. Dat als collegepartij niet zeggen? Moet u dan hippie-poera roepen als het over duurzaamheid gaat? Nee hoor, nou dat zeggen we sowieso als partij, maar dat heeft niet mee te maken dat wij onderdeel zijn van de coalitie. Maar het staat inderdaad als in het coalitieakkoord als een van de drie speerpunten, de duurzaamheidsagenda. En daarom zijn wij blij dat er nu inderdaad ook een duidelijke duurzaamheidsagenda ligt. We zijn natuurlijk bijna 2 jaar verder met deze coalitie. Er is ook nu budget voor, 60.000 euro. Er is een duurzaamheidscoördinator die ermee aan de slag kan. De agenda is nu besproken met als ambitie om in 2018 dat Teylingen 65% duurzaam is. We zitten nu op 53%. Mm-hmm. Dus we hebben nog wel wat te gaan. Maar ik denk wel dat het haalbaar is. En als deze duurzaamheidsagenda vastgesteld wordt, dan is het wel zaak dat er dan vervolgens een concreet plan komt van welke maatregelen gaan we dan nu nemen en welke acties gaan er komen. A, vanuit de gemeente zelf en B, ook om inwoners en bedrijven te stimuleren om met duurzaamheid aan de slag te gaan. Dus dat geld is puur om de plannenmakerij helemaal klaar te maken en dan moeten er nog acties komen die wellicht ook geld kosten? Dat zou kunnen, dat hangt van de actie af. En dan zal er inderdaad het college terug mee komen naar de raad toe. Maar dat wil niet zeggen dat er in het verleden geen geld ter beschikking gesteld is. Bijvoorbeeld een paar jaar geleden hebben we al besloten dat een gedeelte van onze reserves die we hebben, dat dat besteed wordt aan ledverlichting op de lantaarnpalen. Ja. Oude armaturen eraf, nieuwe erop. Maar u had een recente discussie over zonnepanelen, een mooi glas in het gemeentehuis en D66, de Partij voor de Duurzaamheid, die kreeg nul op het rekest, want dat wilde u helemaal niet. Nee, klopt. Een beetje twee gezichten. Als CDA waren wij het er wel mee eens dat er een duurzaamheidsverslag gemaakt werd. Alleen we waren het niet eens met alle maatregelen. Inderdaad onder andere de zonnepanelen en de HR++ glazen. Dat had meerdere redenen. Met de zonnepanelen had het onder andere te maken met de voorbeeldfunctie die de gemeente zou kunnen hebben. Nou, er liggen al zonnepanelen, liggen er op het dak in voorruit. Aan de verkeerde kant? Daar gaan inderdaad discussies over of dat ze aan de goede kant inderdaad liggen. Oftewel, als ze aan de andere kant liggen, kunnen ze dan niet meer opbrengen. Daarvan zagen wij nou niet direct dat als je er meer bij plaatst, dat dat goed is voor dat je dan dus weer een extra voorbeeldfunctie hebt. En dat mensen dus denken van, hey, nu ga ik ook zonnepanelen doen. HR++ vonden we een beetje een vreemd voorstel. Zeker als er al HR-glas in zit om dan naar plus te gaan. Dat zie je gewoon niet veel. Het past, als je nu ook de duurzaamheidsagenda past, dan past het daar eigenlijk ook niet in. Want daar wordt uitgegaan van, joh, we gaan dat inkopen conform de circulaire economie. Nou, als je dan dus zulke maatregelen en investeringen doet in het huidige bestuurscentrum, dat is niet de circulaire economie waar we het vervolgens over hebben. Als je dat zou doen, dan zou je het misschien, en je vindt duurzaamheid heel belangrijk, moet je misschien een stapje verder gaan en zeggen van ja, wij hebben als ambitie om naar een energie-neutraal of pand toe te gaan. En dat kan ook prima dan in die circulaire economie, waarbij je een andere partij vraagt om een gebouw neer te zetten en dat je veel meer een huurder wordt en dat je op die manier dus daar invulling vervolgens aan geeft. Duidelijk. Het CDA is toch voor duurzaamheid, horen we net. Uw partij... Ja, dat wist ik al hoor. Eens met de duurzaamheidsagenda? Ja, we zijn eens met de duurzaamheidsagenda. Nogmaals, het is alleen maar een kapstok om te zeggen, we gaan daar nu dingen in doen. Dat kan in de loop der tijd kan er heel veel wat nog in wijzigen. We zijn afhankelijk van ontwikkelingen. En besluitvorming bijvoorbeeld uit Den Haag, wat daar nu gaat gebeuren. Dan kunnen we zomaar weer een omwenteling maken. Maar we zijn er wel blij mee. De nuances, en daar heeft Trudy Lokaal ook om gevraagd. Bijvoorbeeld, kijk breder. Kijk ook naar de interactie met bedrijven. Dat kan veel beter, veel meer. Als voorbeeld is genoemd bijvoorbeeld de afval ophalen. Waar ondernemers nu moeten betalen voor al het karton waar alles ingezeten heeft, om dat weg te laten halen, krijgen andere mensen geld op het moment dat ze dat inleveren. Dus dat zou een win-win situatie kunnen zijn als voorbeeld. Een van de maatregelen in de agenda. Ja, je zou het, ja. Maar ik ben wel blij dat we in ieder geval iets hebben waar we ook hier weer gelukkig bijna allemaal hetzelfde over denken. Nou. En het, de snelheid van doorpakken, ja, dat... Dat moeten we maar even afwachten. We blijven het volgen. Heren, bedankt voor de komst. We gaan het afwachten of de zonnepanelen nog eens naar de goede kant gaan op het gemeentehuis van Teylingen. We gaan het afwachten. Dit was het stuur van de Bollensteek afslag Teylingen. Bedankt voor de aandacht. Graag tot de volgende keer.